eerste slag, Jan. Hij woe dat gewoon, die film, die meeste volg je, dat ja, belangstelling, dat diepe belangstelling en de bijwerzen, had je ook in het dan erin en zo zie je het er in elkaar. Ja, hij was van de pers, want we hadden een filmcamera, dus dat stuurde dan en dat ging erop houden, dat weer aan zijn rol. Hij vond het ja, prachtig, die beelden, Friesland, ja. Er zitten zulke mooie elementen in de film. Het is zelf het oudste kleurenbeeld wat we op nota hebben. Dat wie altijd uit 56, wie er ook Han de Vries filmen. Ik hele mooie beelden, professionele filmen, prachtig in beeld, prachtig in kleur. Maar deze man had het ik zo mooi filmen op de verschillende plakken. Maar ik close-ups, onderwijs. Hij had zelf de kopgroep volgen. Haas, Frensje, Dokkum, de Finnesje. Dus hij had precies schetten wat er zitten moest. Behalve dan dat, nou ja, die chaos dan jelwaai de finish. Jan van den Berg heeft daar later over geschreven. Ja, dat gedoe bij die brug op het laatst, ze moesten opeens klunen. Voor hun onverwacht. De Elfstedenorganisatie zei dat ze dat al was verteld in Dokkum. En ze vallen er half een beetje vanaf. En dan komt die eindsprint. En Jan denkt inderdaad van, ik heb gewonnen. Er hangt dan finish, maar heel klein eronder. Over 500 meter. En dat beschrijft hij ook, van dat iedereen om hem heen loopt te schreeuwen. Nee, je bent niet. Een soort Hilbert van de Duim variant. Van nee, je moet doorrijden. Daar glijden ze om de laatste bocht van de Noordersingel. En dat wordt de eerste plaats. Als ik het goed zie, is dat Nauta. Bravo. Dat is Jean van den Berg. Jean van den Berg, een Vries. Nou ja, dan maakt het je west naar. Nee, ik denk dat je de finishlijn zo wat laai. Ja. Hij stierf zelf een liets eindje van de line, want de Sjors Jean van den Berg net onder het spandoek langs kwam. Dus hij maakt deze wat stieren haar. Ik ken je het alleen maar van die tijd in zwart-wit beeld, maar nu heb ik hem ook in kleur. Hij riede helemaal niet. Ja, wat is het, donkerblauw, zwart? Ik is dat echt zimmer. Ja, het lijkt wel zwart, hè, dat het donkerblauw is, maar ja, als Sjors een hele protte jongens rieden in donkere kleren, weinig kleur eraan. Het woord is, komt er direct weer in beeld, hier. Zien ze mooi. Die spaken er nog bij, de mooie blommen kan je zien, wat voor kleur die haar. Ja, schitterend. Nou, de Sjors een presentatie die het zwart van de mensen stiert. Dat is een prachtig beeld van jou, dat we dat nu in kleur hebben. Dus de rieders, dat vind ik heel mooi. De rieders zijn eens in vrij sombere kleuren. Hing je toch dat dit zo'n bijzonder filmpje weer? Zo bijzonder, nee. Maar dat het zijn beelden wel bewaren moesten. Dat ik, ja, wij moesten ze hinnen. Als je ze thuis bewaarde, dan gingen ze kapot. Dus ik dacht, ik zie wel wat ze ermee kennen. En zo komt dit dus ontlocht en tevoorschijn. Heb je haar nog een soort verteld op deze tocht? Ik denk het wel. Alleen je bent jong en je houdt hoor interesses. En er zijn ook nog wel momenten dat ik denk van, goh, ik maar één beter oplet. Ja, dat haal je. Zo'n mooi scherp in beeld over je. Misschien zo mooi. Geweldig.